Lorenzo, jij hebt al play-offs ervaring, hè? Maar dat waren andere play-offs. Ja, dat waren play-offs voor Europa met Groningen. En dat waren wel mooie play-offs. Maar deze play-offs is heel wat anders dan Europa. Ja, daar staat toch een hele andere spanning op, hè? Met Europa kun je echt wat verdienen en hier moeten jullie gewoon erin blijven. Ja, dit is heel anders. En, ik voelde het gisteren ook een beetje dat het, ja, hier gaat het toch wel om in de Eredivisie te blijven. En daar gaat het om Europa League ticket. En ja, kom je ook op papier mindere ploegen tegen. Dus dan het enige wat je tegen hun kan doen, ja, iedereen verwacht dat je van hun wint eigenlijk. En dus je kan helemaal verliezen van dit soort teams. En daarvoor moet je voor waken. En ik denk dat we heel goede resultaten hebben neergezet gisteren. Nee, dat zijn mijn eerste die ik jetzt leider spielen muss. En wie war dat? Ja, also gestern war es ziemlich gut. Wir haben 3-1 gewonnen. Von daher, gute erste Erfahrung. En als je ook naar de, stiekem naar de andere wedstrijden hebt gekeken, dan zie je toch wel dat wij, als ik het toch mag zeggen, toch wel de favoriet zijn, denk ik.